gaan we het hebben over dit boek. Dit is een van de leukste biografieën die dit jaar verschenen is. Danny Klein heeft een heel mooie biografie uit. Dit is ook een heel erg straf verhaal van Frank Dubbe. Een man, een stad, een generatie, Oostende, rock'n'roll. Een van de originele punkers van ons land. En die groep speelt nog altijd. Die stonden al 4 keer in de rockrally finale. Dat heeft toch niemand hen nagedaan. En het is lang geleden dat ze nog op de Belgische televisie waren. Ik ga straks met hem spreken, maar ze gaan eerst optreden, dames en heren, met hun geweldige single uit 1978, is dat Belgium. Hier is Revenge 88. Het stond scherp, hè? Gelukkig, hè? Godverdikke, man. 1978. Toen heette de groep eigenlijk Stage Beast. Ja. Dat was de eerste keer in de rockrally, hè? Ja, zeker. Redden. Ja. En dan zijn jullie nog eens 3 keren in die finale geraakt. Ja, maar Marcel, geen te moeilijke vragen, hè? Ja. Ik heb dit boek gelezen. Als iemand eens een leuke biografie wil lezen om er desgevallend een film van te maken, dit levensverhaal is fantastisch. Frank Dubbe, dat je nog leeft, man, en hier zit. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Maar ik heb dat boek nog niet gelezen. Nee, dat hoorde ik dat straks. Hij heeft zijn eigen boek niet gelezen. Nee. Ik gebruik dat boek als vliegenmapper. Als vliegenmapper? Ja. Want er staan, heb je toch van een aantal mensen uit Oostende desgevallend een proces gekregen? Want hier staan wel sappige details in, met naam en toenaam van meisjes en jongens. Ja, ik weet. Daar is dan nu een vriendin. Ja? Die dreigde voor een proces aan te doen. Ah ja? Maar ik kan haar naam niet vernoemen of ik ga nog een krijgen. mooie verhalen zijn ook een van de eerste optredens. Toen dachten jullie, ja, we gaan eens iets leuks doen. En Willy, de gitarist, die trouwens straks zal optreden met Danny Klein, die werkte toen in een vleesverwerkend bedrijf in Oostende. En die dacht, we zullen eens wat meepakken van mijn werk. En die heeft een salami op zijn kop gekregen of zoiets, bewusteloos gevallen. Nee, jullie hebben de darmen en de ingewanden van de koebeesten in de zaal gegooid. En de mensen zagen niet wat er kwam en iedereen... Ja. Ik dacht, oh, tof, de groep smijt iets. Maar vroeger, zo dus, we zijn er eigenlijk aan begonnen, niet om bekend te geraken. Mm-hmm. Er was zo'n grote uitstap, iedere roodstap op Tottenstraat, mm-hmm, was daar stoppen om iets te drinken. Ja. Dan ging het altijd zo verder. Ja. Maar eigenlijk kwamen we liever een paar dikke tappen in ons aan dan een platencontract. Want nu hebben jullie gerepeteerd, hè?
Maar nu repeteren we wel, maar vroeger niet. Kan ook. Ja. De twee kan ook. En nu gaan we dan. Allebei. Ja. Maar nu hoor ik, want de band staat zo strak. Vroeger raakten jullie nooit vanuit het café in het repetitiekoord. Dat ging gewoon niet. Nee, dat ging gewoon niet. Ja. Dat was ook de bedoeling niet. Maar ja. Sommige mensen zeggen, moest je vroeger meer voor je gekeken hebben. Mm-hmm. Ging verder staan. Maar vroeger moesten we geen manager hebben. Ja. Want die gingen te veel op onze vingers kijken wat we deden. En ja. Plezier ging eraf zijn. Ja. Het mooie aan het boek is ook, je krijgt een beeld van het Oostende uit de jaren 60 en 70. Wat toen echt in de binnenstad echt een swingende stad was. Hè? Ja, ja. Dat is een beetje weg nu. Hè? Wel, dat is eigenlijk een beetje weg. Maar eigenlijk, mm-hmm. Oh, het is eigenlijk weg. Het is niet een beetje weg, het is helemaal weg. Ja. Is dat jammer? Want jij hebt daar een geweldige tijd gesleten samen met Arno en veel andere artiesten uit Oostende. Mis je dat uitgangsleven wel, waar jij heel veel van genoten hebt? Wel, ik heb heel veel weg geweest, maar nu hang ik zoveel niet meer weg. Ja. Je bent zelfs van de drank af, heb ik me laten vertellen. Ja, ja, ja. Dat komt verstand, komt met de jaren, zeggen ze. Ja. Bij sommigen wel later dan bij anderen natuurlijk. Ja. Zeg, jij hoort dat er een van je medewerkers dat boek in uur uitgelezen heeft. Ja, 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 de hoofdredacteur. Ik op één avond. Maar echt, het leest zo geweldig. Want je bent dus eigenlijk van de muziek. Dit zijn, de contrasten kunnen niet groter zijn, dames en heren. Er zitten twee geweldige rock'n'roll verhalen. Ook jouw boek is fantastisch om te lezen. Jij hebt succes gehad en de financiële verdiensten van de muziek. Jij hebt geen rotte frank verdiend met heel die muziek, hè? Nee, maar dat is ook niet, ik vind dat ook niet erg. Ik kan me goed gaan amuseren. Dat was het belangrijkste. Ja. Want je bent jarenlang facteur geweest in... Ja, niet zo heel lang. Niet zo heel lang. Ja. Maar voor mij was dat eeuwenlang. Daarmee dat ik gestopt heb. Ja, je was ingeschreven in de post, maar veel post heb je nooit rondgebracht, hè? Wauw, ik heb er veel wachters mee. Ja. Ook, maar vooral drukwerken. Ja. Like checks en al. Daarvan kreeg je drinkgeld. Ja. Maar toen was dat nog de tijd dat mensen die in de openbare dienst werkten, die moesten kunnen drinken. Dat was bij de BRT jaren geleden ook zo. In de post werd wat afgedronken. Maar dat was enorm, event. Dat was enorm. Ja. Dat was gewoon, er kwam daar geen einde aan. Ik heb nog de pensioen op tafel gelegd. Toen een paar druppels gedronken, tafelkleed over mijn pensioen en weg zo'n ruime geld. Ja. Maar dat was al een jaar in de tijd. Ja, ja. Je stond dan niet bij stijl. Mm-hmm. Zijn ik enorm veel geld kwijtgeraakt in de post, omdat dat achter de zetel van een auto lag. En de baas zei, maar dat wordt een miljoen. En hij zegt, wat ga je doen? En ik zeg, bijleggen niet tegen hem. Dat is nooit gebeurd. Op een nacht stond Frank Dubbe en van Revenge It Yet bij jou aan de deur, toen jij al toch wel de grote en beroemde Danny Klein was. Want hij had weer... Een bloedneus. Ja, hij zat weer met zijn band in de finale van de rockrally. Dat is dan weer een feestje geworden. En midden in de nacht raakt Brussel niet weg. S'morgens. Ja, s'morgens natuurlijk. Ja. Ja, dat feestje gaat door. Ja, ik weet dat ook. En dat staat in het boek. En jij bent bij haar gaan aanbellen. Ja, voor mijn bloedneus en voor iets verhaal te lenen. Je moet er ons nog terug, maar ik weet niet meer hoeveel dat is. Weet je dat echt niet meer? Nee, dat weet ik niet. Ja. Ik ken hem al heel lang. Hè. Ja, ja. Maar wat ik me herinner van hem, dat is, hij had zo was dat een brommer of een fiets en nu een hond, die zat er altijd. Ah ja, mijn hond reed dat niks. Oh, dat vond ik zo, ja. Dat weet ik nog. Ja, ja. Van die bloedneus, dat weet ik niet. Maar je hebt eigenlijk al van in de beginjaren, er was een groep, de New York Dolls en ook de Rolling Stones, verkleden zich eigenlijk, of kleden zich vrij verwijfd. Dat deed jij ook altijd, hè? Ja, we deden dat ook. Mijn grootmoeder had al die kostuumtjes gemaakt voor ons. Mm-hmm. Maar dat, in Amerika, gelijk de Dolls, dat was een fenomeen. Maar bij ons draaide dat mis uit. Ik kreeg een hele serie homo's achter me hart. Ja. en toen ook nog de B.O.B. omdat die dachten dat ik drugs verkocht. Dat een kenteken was, geschminkt ogen, om gemakkelijk de dealer te vinden. Zo. Dus, ja, dat was ook België, die man stond daar een beetje anders. Ja, hebben we daar nog een foto van? Veel van je generatiegenoten, Arno, Willy, Danny Willems, zijn dan Oostende eigenlijk verlaten en die zijn naar Brussel getrokken om daar dan wel carrière te maken in de artistieke wereld. Dat heb jij nooit gedaan. Wel, ik heb toch een tijdje veel in DNA gezeten in Brussel. Ja. Waar ik weer dan nog zat er dan in Oostende. Ik heb dat zeewater nodig voor mijn kater zo weg te werken. Ja.